En dan, zoals beloofd, Sint-Niklaas Antwerp. Opnieuw voetbal dus. De eerste wedstrijd van de tweede periode voor de Great Old. Tegenstander Sint-Niklaas is een laagvlieger in de tweede klasse. En het was dus een uitgelezen kans voor Dennis van Wijk en de zijne om de 3 punten mee te brengen naar de Boshuil. Van Wijk wijzigt zijn elftal op een aantal plekken. Carvalho, Niri Sariki en Bennassar krijgen een basisplaats. Die laatste zorgt voor het eerste doelgevaar. Mooie actie en nog een schot. De keeper komt goed tussen. Antwerp is duidelijk de betere ploeg, maar grote kansen creëert het niet. Deze vrije trap is lang het enige doelgevaar. Sint-Niklaas is echt nergens, maar Antwerp moet zijn kansen wel afwerken. Bennassar laat hier een gemaakte goal liggen. Op slag van rust krijgen de bezoekers dan bijna het deksel op de neus. 1-0, maar de goal wordt afgelacht vanwege buitenspel. Onterecht zo blijkt, Antwerp komt goed weg. 0-0 is de stand bij rust. Kort na de rust krijgen we een vrije trap van Giverin. En dit keer is het wel raak. Dieter van Tornhout is het die scoort. Even later kan de Great Old opnieuw beginnen. Want Hens in de 16 en dus penalty voor de thuisploeg. Jonas van der Marlieren maakt gelijk 1-1. En dan brute pech voor Antwerp wanneer Van Tornhout geblesseerd uitvalt. Maar het zou uiteindelijk toch nog meevallen. We zitten al in de 92e minuut. Hoekschop Giverin. Haaien kopt staalhard binnen. 1-2. Bijzonder grote ontlading. Antwerp pakt de 3 punten mee naar de Boshuil. 5e zege van het seizoen voor Antwerp. In de stand verstevigt de Great Olsen 3e plaats. Grote tevredenheid bij de Antwerp aanhang en ook bij de matchwinnaar. Ja, het was de laatste kunnen van de wedstrijd eigenlijk. En, we proberen nog te drukken en we kregen al halve kantjes. Maar goed, het zat er niet echt meer in, maar we bleven erin geloven. De supporters stonden er nog achter. Ja, en dan komt die bal recht voor mij. Ik kop hem binnen en de ontlading was natuurlijk enorm. Dat hebben jullie natuurlijk ook gezien met zo'n supporters. Dus ook in de kleedkamer. Ik denk dat het een verdiende overwinning was, maar dat we er heel lang op moeten wachten.